topkwaliteit, streef naar perfectie, verste van het verste willen hebben, nieuwste snufjes, nieuwste producten. Dat hebben we eigenlijk nu samengevoegd met wijnen en in dat segment ook het beste van het beste. Nou, je zult straks zien met het eten. Ook, eigenlijk het mooiste van alles komt straks bij elkaar. Zo zie je het ook, zo met ook een beetje de bar insteken dat het bij elkaar komt. Dat is allemaal één verband. We hebben een keuze gemaakt tussen ons concept zelf in te vullen met onze eigen producten en het design en ontwerp over te laten aan experts. Dan hebben we Glenn 60, architects uit Gent in België. Voor benaderd. En die hebben dit uitgedacht. Die hebben wat geluisterd naar wat we wilden. Ja, dit is het resultaat. Ja. Wat zijn de uitgangspunten geweest? Ik zie hier een trap zo vloer bijvoorbeeld liggen. Ja, wij zijn eigenlijk vanaf het begin, omdat wij heel erg gecharmeerd zijn van zijn stijl, hebben we de architecten de vrije hand gelaten en aangegeven welke specifieke praktische zaken wij geregeld wilden zien. En voor de rest is het zijn idee. Combineer je koffie met zoals wijn en spijs? Doe je ook koffie spijs? Koffie spijs sowieso. En dan beginnen daar een beetje rustig mee met dessert, zodat het voor mensen makkelijk te behappen is. Maar we willen in de toekomst ook zeker met die filterkoffies ook bepaalde gerechten en combineren. Ook hartige gerechten. Samengesteld uit klassiek oogpunt, dus voornamelijk Europees, dan met de hoofdmoot Frankrijk en Italië. Met als reden toch ook kwaliteit in Frankrijk. Frankrijk blijft gewoon het topland wat betreft wijn. Hoofdmoot is Bourgogne. We halen heel veel rechtstreeks, dus we hebben een eigen import eigenlijk om het om zoveel mogelijk exclusiviteit te krijgen binnen Nederland. We willen onderscheidend zijn. Niet alleen op prijs, maar ook op assortiment. En dat is heel belangrijk dat je zelf in de Bourgogne kan selecteren. Met onze contacten is dat echt super. Daarbuiten hebben we wat Italië. Ik ben zelf heel erg fan van Italië. Gezien de druiven, die tijd, de soorten, prachtige Barolo's, prachtige Barbaresco wat we op de kaart hebben staan. Verder wat Bordeaux staat erop. Maar echt, Frankrijk zal 90% van de kaart uitmaken.